Even, hè? Ja, even. Er is er eenjarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is hij. Kimme. Erin vinden dat allen zo prettig, ja, ja. En daarom zingen wij blij, 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 blij. Nou? Hij leven lang, hoera, hoera. Hij leven lang, hoera, hoera. Hij leven lang, hoera, hoera. Hij leven hoog, hij leven hoog. Hoog, hij leven hoog. Ja, hoog, ja, hoog, ja, hoog, ja, hoog. Hij leven hoog, hoog, hij leven hoog. Alrighty, ladies and people, dankjewel voor alles. Voor in het nieuwe jaar, voor 2011. Het wordt een knallend, gigantisch, ontzettend heet, warm jaar. Nou, met al die knijters die je wilt horen op je vrijdagavond, je favoriete vrijdagavond. Zoals deze, dit is een club en harder dan ik hebben kan. Nou, ik geloof dat de sfeer er aardig in zit. Ja, je bent eerst vandaag 16 geworden. Ik vind het och zo 18. Mooi voor hem. Ik mag vanaf nu mag ik auto rijden. Je mag auto rijden. Ja. En andere dingen rijden. Ja. Nou, Michiel. Nou. Nee, haal me hier weg. Oh, Harry komt vanavond. Ja, inderdaad. Harry en hij presenteert een nieuw programma, heet Uit de Kast. Dus volgens mij wordt het een heel bijzonder verjaardag. Ik denk dat we eruit zijn vanavond. Uit de kast. Spannend, ik had, jongens, deze had ik echt op afstand aan zien komen. Echt waar. Zo makkelijk deze Maar waarom nodig je hem dan ook uit op je verjaardag? Ja. Nou, dat is alleen maar leuk. Dat is gewoon, ik dacht, dus een kleine hint. Het moment is daar. Dam, dam, da, dam. Rim, bim. Hint komt ook een keer langs. Wie? Hint. Hint. Ja. Is dat een hint? Ja? Een hint. Ja. Leuk. Ja. Ja. Maar. De slechtste grap van Terre zelf is nu al gemaakt. De eerste werkweek van het jaar. En er zullen er ook op? Vele komen. Oh man, hoofd schijt. Het is nog lang geen 10 uur. Nee, maar even alles op een rijtje. De eerste werkweek zit erop. Dus. Ja. De eerste keer dat we dat roepen dit jaar. Echt, Hey, maar luister eens. Ja. Oh, ja. We moeten even ter zake komen. En hard ook. Want Tjibbe Tjisma is vandaag eindelijk 18. Ja. Het werd eens tijd. Dus wij zaten te denken, eigenlijk al een maand geleden, wat kunnen we nou voor die knul doen? We moeten met iets onbetaalbaars komen. Iets wat je, iets wat je niet kunt kopen. Dat is mooi. We moeten kunnen alles verkopen. Ja. We komen natuurlijk om in het geld. Ja, nee. Precies. Maar mag ik iets zeggen? Het feit dat ik al met jullie radio mag maken is al een godsgeschenk. Ah, lul niet zo. En hup, daar gaat die neus weer. Maar het is me gelukt. We hebben iets voor elkaar weten te boksen. Maar wacht even, want normaal regel ik soms iets voor jullie. Ja, ja, nee, iets waarvan jullie niet weten. Nou, nadat jij Ron Brandsteder hebt geregeld, dachten wij, oké, dit was het, we gaan iets terug doen. Nu moeten we. Ik vind het nu al eng, omdat ik iets niet zelf in controle heb. En degene, ik ben echt zenuwachtig, omdat ik gewoon, ik weet altijd precies wat ik ga doen. Zullen we gaan laten raden of zo? Ja. Want we hebben namelijk degene die er alles van weet en die er middenin zit en elke dag weer, die hangt aan de telefoon. Zijn hart gaat echt als een malle tekeer. Hij is goed. Echt dood. Dit is echt geweldig. Je mag gewoon vragen stellen aan de persoon die hangt en dan kijken hoe lang het duurt voor je weet wat je cadeau is. Hallo, heeft u een snor? Nee. Heeft u gekruld haar? Nou, op de hoofd niet in ieder geval. Oh! Hoezo? Oh, dan weet je het ineens. Het ben jij toch een rare. Komt u uit het zuiden van het land? Ja. Ja, dit is spannend, hè? Komt u uit de provincie Limburg? Nee. Dat doet toch helemaal niet de zaken? Maakt dat nou weer uit? We gaan schieten zo'n contest. Is uw leeftijd onder de 35? Net niet. Ik denk dat je moet vragen waar deze persoon werkzaam is, want je krijgt niet deze persoon cadeau. Weet je wie ik denk dat het is? No? Mijn moeder. Je moeder? Doe even op, maar kom op. Nou, dat is toch niet aardig? Dat is toch niet aardig?
Je bent bijna ouder dan deze vrouw. Nee, dat kan niet. Dat is niet waar. Nee, ik herken echt in de verte de stem van mijn moeder. Ik meen het. Dat is toch een heel rare... Nee, maar vandaar ook dat ik dacht van... Ik stel even de vraag uit welke provincie deze mevrouw komt. Hmm. Ik denk dat je even door moet vragen. Want je moet even, er wordt nog een lange oud. Ik ga er even bij zitten. Ja, kennen wij elkaar? Ja. Hebben wij elkaar hier in de studio bij Extra Weekend ontmoet? Ja. Is dat vaak? Ja. In 2010 ook nog een keer? Ja. Ik wil heel graag een muziekje instarten, maar mijn scherm doet niks. Dus ik moet heel even de Sanderburgs. Mijn god. Oh, wacht, ik heb wat. Had ik nou maar een minidisc. Ik ben het achtergrondmuziekje. Maar is dat een soort hint of zo? Het Wilhelmus, dat we met koninginnedagjes hebben. Hebben we niks gedaan. Heeft u meegedaan aan het Extra Weekend Disco Polen? Ah, Lingo! Nee, god, Lingo! Ja. Ja. Lucille Werner! Ja! Lucille Werner! Lieve jongen, gefeliciteerd met je 18e verjaardag. Dankjewel, Lucille, dankjewel. Fantastisch, jongen. Ik heb echt een cadeau voor jou. We hebben iets geregeld. Nee! Wij hebben iets voor jou geregeld. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Oh. Lucille, zeg het maar. Motherfucking assholes. Chibbe, moet je luisteren. Ja. Jij mag een jaar lang gratis in de ballen graaien van de Lingoballen wassen. Ja? Nee. Ja? Met je hand lekker aan die ballen zitten, hè? Of? Nee, of Jimmen, moet je luisteren. Wij hebben jou gezien. Bloed, zweet en tranen. De twee druppeltjes op je voorhoofd. Wij dachten dat kan nog veel beter in ons eigen Lingo. Jij doet mee aan... Lingo! Ja! Jibber Jibba mag in Lingo. En daar zit een wachtlijst voor 2 jaar zit daarop, hè? Allemaal aan de kant gedouwd voor jou. Ah, wat lief, Lucille. Dat vind ik echt heel erg leuk. Maar even, je hebt mij gezien bij That's the Question? Daarom, lachen, man. Ja, That's the Question. En wij dachten, nou, Jibber, jongen, dit doe jij zo fantastisch, fenomenaal. Maar er is wel één ding, Jibber. Jij moet wel zorgen voor een medekandidaat. En toen dacht ik, alle luisteraars die altijd een Extra Weekend luisteren, zijn er heel veel. Leuk. Nou, dat is leuk om dat met één van de luisteraars te doen. Dus ik zeg, daag ze uit, de luisteraars, die wilden met Jibbe meedoen aan Lingo. En februari zijn de opnames. Leuk. Heel leuk. Ja, Jibbe leuk. Met een luisteraar. Ja, gaan we doen. Dus ben jij, lieve luisteraar, wil je met Jibbe Jibsma echt landelijk redelijk op je bek gaan? Woorden als Telos en Foxpro roepen. Ja. Precies. Gerard heeft ontzettend veel ervaring. Michiel trouwens ook. Ja. Maar Michiel wat beter dan Gerard. Nee, maar je moet vooral niet naar Gerard luisteren. Dat is heel belangrijk. Niet naar Gerard luisteren hoe het moet. Liever naar Michiel. En je moet er gewoon een geweldige medekandidaat meenemen. Dat is natuurlijk... Maar één ding, Jibbe. Maar mooi is dit, hè? We hebben wel 1 miljoen kijkers, hè? Dus als je afgaat... Dus je moet in godsnaam dit overremmetje nu aan hebt, dat kan echt niet. Oh mijn god, maar ik dacht dat het was afgegaan tijdens That's the Question, maar dit wordt echt een drama. Ja, dit wordt echt een drama. Nee, we hebben het jou iets moeilijker gemaakt. Nou, ik vind het heel lief. Dankjewel, Lucille. Oké, jongens. Tot snel dan. Dankjewel. Lucille, je bent een schat. Fantastisch. Tot snel. En wij gaan in het publiek zitten, Veenstra. Ja, echt wel. Met spandoeken. Oh, Jibbe, je zit in Lingo, jongen. Jibbe, we gaan de ballen kraaien. Verschrikkelijk. Oh, wat hebben we dat goed geregeld. Dat gezicht van Jibbe. SMS maar als je mee wilt. Jibbe. T-J-I-B-B-E. En als je mee wilt doen, moet je even je Hives-adres neerzetten. Dit zijn de Hives, trouwens. Hey, they say I told you so.